jij bent? Nee. Jij bent eigenlijk best wel om op te eten. Hou! Vergeet het, Woeper. Zeg, Woeper. Ja, ook als ons pa dadelijk terugkomt, ja, dan heeft het konijn goed gesmaakt. Ja, Woeper. Ja, let op. Goed of let. Ja, het konijn heeft goed gesmaakt. Zeg dat maar. Komt hij dan, hè? Jullie mee? Ja. Goed dan, hè? Ja. Het konijn heeft goed gesmaakt. Zeg dan na. Zeg dan na. Eén. Komt hij weer, hè? Wat heeft het gesmaakt? Die boterham met haarslag, denk ik. Nee! Nee! Woeper, niet zo hard, anders worden die kinderen allemaal bang van jouw schreeuw. Rustig, even goed luisteren. Ik heb namelijk een belangrijke opdracht. Ik moest van een spa gaan kijken of die biggetjes al terug waren van vakantie. En hij denkt natuurlijk dat er niks mis mee is. En die broers van mij die waren ook wel blij, want stond ik niet meer in de weg, zeiden ze. Ja, nou, wat ze daar nou weer mee bedoelen, daar snap ik eigenlijk ook helemaal niks van. Maar goed, ik moet dus erachter zien te komen of die drie biggetjes al terug. Drie beesten! Een beetje.
Moet jij even je pistool vasthouden zo? Daar gaan staan. Even kijken. Zo ja. Moet jij het vasthouden. En dan open. Zo. Open, 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 open. Oh ja, ja. Kijk zo, gaat het snel, hè? Zo. Vasthouden. Goed vasthouden, hè? Weet je dat dat een big is? Een varken. Dat is een big, hè? Ja. Ja. Maar dan moet je hem nog aan de kant op draaien. Nee, die lijken er helemaal niet. Hè? Vinden jullie wel? Ja! Nee, joh. Ik vind er helemaal niks op lijken. Helemaal niks. Ik ga je gewoon eens vragen wat voor diersoort het dan is. Oh, drachten! Drachten! Even stil, hè? Even stil. Want Boepa gaat nou vragen, hè? Wat voor diersoort het dan is. Dag dames. Ja.